We zijn met dokter Samad mee, deze keer naar een mannetje. Dit mannetje is nu in een staat, dat heet must. Als een olifant 15 jaar oud wordt, vanaf dan gaat hij elk jaar in must. Wat er dan gebeurt is dat ze ontzettend agressief kunnen worden. Testosteron gaat 100 keer omhoog. Er zitten klieren achter hun ogen die opzwellen. Het doet ontzettend veel pijn voor ze, waardoor ze nog agressiever worden. En er druppelt een soort teerachtig spul in hun mond, waardoor ze ook weer agressief worden. Deze olifant die heeft ervoor gekozen om in deze staat uit te breken. Hij heeft zijn eigen ketting heeft hij gebroken waar hij aan vast zat. En vervolgens de ketting gebroken van twee van de vrouwtjes. En met z'n drieën zijn ze op pad gegaan. Dr. Samad heeft geprobeerd deze olifant weer te vangen. Dat heeft hij gedaan door eerst een pijltje te schieten, een pijltje om voor de olifant om te kalmeren. En vervolgens hebben ze hem gelokt met een van de mooiste vrouwtjes die ze hier hebben, een vrouwtjesolifant. Dat is gelukt. De olifant, deze is uit het bos gekomen, achter het vrouwtje aan, naar een plek waar Dr. Samad hem kon behandelen. Ze hebben hem toen vastgelegd, maar omdat hij toch nog zo agressief was, hebben ze niet helemaal de juiste plek kunnen vinden. En was er onvoldoende schaduw voor hem, waardoor je nu kan zien dat zijn rug verbrand is. Hij heeft een week lang heeft hij in de zon gestaan. Hij was te agressief om in de buurt te komen en er moest ook nog gewacht worden op transport. Dus we zijn hier nu om zijn rug te behandelen en te desinfecteren. Wonden op zijn rug zijn heel diep. Dus echt zijn hele huid is verbrand. Ik denk sommige plekken 3-4 centimeter diep verbrand. Wat dokter Smat heeft gedaan, hij heeft met een lepel de ergste verbrandingen, de grootste necroses weggehaald. Dat betekent dat het echt dode huid was. Het lijkt van dichtbij echt erop alsof hij in de broodroos is gezeten.